Jubileumeditie voor de Rode Avondvierdaagse. Ja, geweldig. Hè? Vijfde keer dit jaar hebben we het weer op een rijtje. Nou, het gaat weer beginnen. Goed zo. En heb je ook van het mooie weer besteld als vandaag? Ja, natuurlijk. Want zoals vorig jaar, dat wil ik echt niet opnieuw. Dit is veel beter. En dan kunnen we ook gewoon 15 mooie deelnemers gaan halen. Ja, goed. Dat is een heel mooi streven. Ja. En de mensen kunnen zich inschrijven? Ja, ze kunnen zich inschrijven. Inschrijving is geopend. De eerste inschrijvingen zijn zelfs binnen. En via de website kun je inschrijven. En daginschrijving is natuurlijk ook heel goed mogelijk. Ja, super, hartstikke mooi. Wanneer moeten mensen een kruis zetten in hun agenda? Op 21 mei, dinsdag 21 mei begint het. En dan vrijdag 24 mei hebben we weer een hele mooie finale. Goed, nou dat klinkt heel veelbelovend. Ik zeg gewoon doen dus. Inschrijven voor de Rode Avondvierdaagse.